ik was natuurlijk een groot fan van de films. Net als, ik denk, iedereen uit mijn generatie. Dus ik was zelf ook op zoek naar, oh ja, wat zijn nou de grootste verschillen? En je merkt natuurlijk, film is een heel ander medium. Dus ze hebben enorm in de tijdlijn lopen knippen en plakken en schuiven. Want in de boeken gaat alles veel trager. Het leest bijna als een historisch geschiedenisboek. Met veel slagpartijen. En hele mooie poëtische momenten. Terwijl de films is veel meer actie. Er gebeurt veel meer tegelijkertijd. Ze voeren enorm de spanning op. Want anders blijf je als kijker gewoon niet geboeid. Dus dat is een van de grootste verschillen. Naast ook de vrouwenrollen overigens. Dit boek is natuurlijk veel ouder dan de films. Dus ze hebben in de films een goede slag gemaakt wat betreft de vrouwenrollen. Mijn favoriete personage. Ik moet toch echt zeggen, heel saai misschien. Dus het is niet eens mijn meest boeiende stem die ik heb mogen doen. Maar toch Sam. Ik vind dat Sam echt niet genoeg credit krijgt. Want hij is voor mij de echte grote held. En hij is zo zachtaardig. En zo trouw. En hij is ook vet stoer overigens. Weet je wel, als Frodo gewoon voor Pampus ligt, heeft hij gewoon echt Sam nodig om hem te helpen. I love Sam. Ik denk dat ik niet meer dan dit kan zeggen. Ik zou zeggen, luister het. Ik heb er mijn hart en mijn ziel in gestopt. Dus ik hoop dat ik met jullie ook evenveel kunnen genieten als dat ik heb gedaan van deze geweldige wereld. En wil je nou weten wat er nou gebeurt hierna? Wat er dus allemaal gebeurt met de audio, hoe die verwerkt wordt tot een luisterboek. Kijk dan voornamelijk het volgende filmpje.